Welkom in video 2 in de reeks over transacties betreffende materiële vaste activa. In deze video bespreken we de aankoop en het afschrijven van een materieel vast actief. We leggen dit onderwerp uit aan de hand van een bestelwagen. Er zijn twee aspecten verbonden aan de aankoop. Enerzijds de geldstroom en anderzijds de kost. We bekijken aspect 1. De betaling bij aankoop leidt tot een geldstroom. Onze bankrekening zal dalen met 15.000 euro. De leverancier staat ons niet toe om de betaling te spreiden over 5 jaar. De geldstroom wordt bij gevolg niet gespreid in de tijd. Aspect 2 is de kost. De aankoopkost wordt gespreid over de levensduur van de bestelwagen. Dit is 5 jaar. Bij gevolg zal er ieder jaar 3.000 euro wegen op onze winst- en verliesrekeningen. We plaatsen deze gebeurtenissen chronologisch op een tijdsas. Bij aankoop vindt de geldstroom plaats. Deze wordt niet gespreid in de tijd. We rijden dat eerste jaar rond met onze bestelwagen. De bestelwagen verslijt en verliest gedeeltelijk haar waarde. Dit vindt haar weerslag in een afschrijving. Dat is een gedeelte van de aankoopkost dat voor het eerste jaar van gebruik gepresenteerd wordt. We rijden het tweede jaar rond met de bestelwagen. Het waardeverlies stemt overeen met de tweede afschrijvingskost. Idem voor het derde jaar. En het vierde jaar. Ten slotte hebben we de bestelwagen 5 jaar gebruikt en is de volledige aanschaffingswaarde afgeschreven. Boekhoudkundig heeft de bestelwagen geen waarde meer. Indien we de bestelwagen in praktijk nog verder gebruiken, houden we een boekwaarde van 1 euro aan, zonder verdere afschrijvingen. We bestuderen de journaalposten en T-rekeningen. Bij aanschaf wordt in journaalpost 1 het MAR-nummer 24-0 gebruikt aan de debetzijde. Het bezit neemt namelijk toe. In journaalpost 2 lezen we de betaling af en zien we dat MAR-nummer 5500 aan de creditzijde gebruikt wordt. Onze bankrekening is ons bezit dat afneemt. Ook in het grootboek wordt de aanschaffingswaarde aan de debetzijde van nummer 24-0 geplaatst. Na een jaar van gebruik boeken we de eerste afschrijving. Hierbij laten we een kost verschijnen aan de debetzijde in groep 63 en verminderen we de waarde van de bestelwagen aan de creditzijde. Let hierbij op het gebruik van subnummer 9 voor de bestelwagen. In het grootboek wordt rekening 24-9 gebruikt voor de waardedaling van de bestelwagen en wordt de toename van de kost in groep 63 geplaatst. De boekwaarde van de bestelwagen bedraagt hierdoor nog 12.000 euro. Deze transacties herhalen zich ieder jaar. Zo lezen we hier de volgende afschrijving af in het journaal. In de balans daalt de boekwaarde verder naar 9.000 euro, terwijl we in de winst- en verliesrekeningen een bijkomende kost zien verschijnen. Na 3 jaar van gebruik daalt de boekwaarde verder naar 6.000 euro. De boekwaarde neemt verder af tot 3.000 euro na 4 jaar van gebruik. En tenslotte is de theoretische gebruiksduur verstreken. De aanschaf is volledig afgeschreven en de aankoopkost is volledig verdeeld over de 5 boekjaren. We bekijken deze transacties nogmaals, maar vanuit een ander standpunt. Laten we eens onderzoeken op welke wijze de bestelwagen een invloed uitoefent op ons balanstotaal. Onze balans dient namelijk op het einde van ieder boekjaar in evenwicht te zijn. En welke rol speelt onze bestelwagen hierin? We kopen de bestelwagen aan. Hierdoor stijgt de rubriek van de bestelwagens op de balans. We betalen met de bankrekening. Hierdoor neemt het saldo van de bankrekening af op de balans. De balans blijft in evenwicht door deze transactie. Na een jaar van gebruik daalt de bestelwagen op het actief. De balans is niet meer in evenwicht. De kost leidt tot verlies.
en deze wordt overgebracht naar de passiefzijde van de balans. Het verlies komt namelijk in mindering van de koek bestemd voor de eigenaars. De balans komt hierdoor weer in evenwicht. Een jaar later wordt een tweede gebruikskost in mindering gebracht van de bestelwagen op het actief. Het evenwicht is weer verstoord. De kost wordt opnieuw opgenomen in het verlies en overgebracht naar het passief op de balans. De balans wordt hierdoor in evenwicht gebracht. Zo leidt ook de afschrijving na het derde jaar tot een daling van de bestelwagen en een daling van het eigen vermogen. De balans eindigt na jaar 3 in evenwicht. En analoog voor jaar 4, het balanstotaal is verder gedaald. Ten slotte is het laatste jaar afgelopen. De laatste afschrijving vermindert het actief en het passief. In de balans staat de waarde van de bestelwagen op nul. De volledige aankoopkost weegt nu door op het overgedragen verlies, dat nu 15.000 euro in het negatief bedraagt. Het balanstotaal is van de initiële 100.000 euro gedaald naar 85.000 euro. De bestelwagen werd aangekocht en is volledig opgebruikt. Zowel de bezittingen als de waarde van de onderneming voor de eigenaar zijn beide met 15.000 euro gedaald.